Party people! Welkom naar een nieuwe vlog van Stolk. Ik ben Karel Stolk en leuk dat jullie er zijn. Hier is een nieuwe vlog. Voordat we beginnen, duimpjes omhoog, abonneer, dan hebben we dat gehad en hoef ik het niet nog een keer te zeggen. Vlog voor deze week. Ik heb best wel een saaie gewone week eigenlijk. Een beetje zwemmen, een beetje stage en een heel klein beetje school. We zijn al 6 weken bezig dit jaar. Of ja, school is al 6 weken aan de slag. En ik heb mijn eerste les gehad deze week. Anderhalf uur moest ik naar Fontys toe voor een rekenles. En dat was het. Ik wist niet wat ik deze week moest doen. Maar ik kwam op het idee. Ik laat jullie de vlog invullen. Ik heb dus op Instagram heb ik dan in de story zo'n vraag erin gezet. Nu ga ik die vraag gewoon beantwoorden. Want er kwamen heel veel binnen. Heel veel een beetje van hetzelfde en een paar random. Maar ik heb ze hier allemaal. Wat is jouw favoriete zwemslag? Borstkrol. Heel makkelijk. Borstkrol is de allerbeste slag die er is. Laat niemand anders iets vertellen. Wie was je favoriete klasgenoot in HAVO 4 en 5? Nou, Koen Blom. Die hoef je niet te beantwoorden. Die weten wij allebei. Ken je SK zwemmen? Ik denk dat het een zwemclub is. Wanneer wist je van jezelf dat je goed was? Ik ben begonnen op mijn 7e met wedstrijd zwemmen. En toen was het gewoon leuk. En je had een droom van, oké, ooit de Olympische Spelen. Ja, dat is wel leuk. Maar dat ik echt dacht van, oké, ik kan het halen. Was pas rond 13 jaar oud. Wat is je lievelingsgetal? Nou, Niels Kotanje. 6.9. Wanneer ben je jarig? 28 juni 1996. De andere ga ik niet beantwoorden. Wat is een goede techniek bij de vrije slag? Ik ben vooral bezig met het insteken en vroeg de catch beginnen. Hoge elleboog en krachtig afduwen. Olympisch kampioen of 100 miljoen euro? Nou, 100 miljoen is wel echt heel veel. Dit is echt een dilemma waar ik echt uren over zou kunnen nadenken. Ik weet, als ik Olympisch kampioen word, dan krijg ik geen 100 miljoen. Dan moet ik wel nog, zeg maar, daarnaast werken. Terwijl 100 miljoen, dan ben ik eigenlijk, zeg maar, klaar voor de rest van mijn leven. Maar Olympisch kampioen is wel waar je echt alles voor doet. Ik denk, als iemand toch nu met een koffer zou komen met 100 miljoenen, dan zou ik toch voor de 100 miljoen gaan en dan word ik maar tweede op de Olympische Spelen. Ja, maar tweede, dan word ik wel tweede worden. Waarom ben je ooit, hoe lang geleden, begonnen met wedstrijdzwemmen? Nou, ik begon op mijn 7e. Ik ben nu 22, 15 jaar geleden. En ik vond, we woonden in Zuid-Afrika en we hadden een zwembad in de achtertuin. En ik vond het heerlijk om in het water te zijn. En ik was heel competitief. En mijn ouders dachten van, oké, 1 plus 1 is dan 2. Kijk of hij misschien naar een club wil. En vanuit daar een beetje doorgestroomd naar het wedstrijd zwemmen. Dus eerst bij een club begonnen. Dan wedstrijds meegedaan. Medailles gewonnen vond ik super leuk en dat altijd blijven doen. Waarom zwem je steeds vaker de 50 vrij? Omdat 100 en 200 was heel eenzaam, dus ik wou nog iets erbij. En 400 is dan echt te ver. En 50 is lekker kort, krachtig en ik word er niet heel moe van. Wat vond je de leukste wedstrijd ooit en wat was je mooiste, leukste ervaring met zwemmen? Leukste wedstrijd ooit? De Olympische Spelen waren echt super vet. Dat vond ik echt heel gaaf. De Jeugdolympische Spelen in Nanjing. Die is nu gaande. De Jeugdolympische Spelen in Buenos Aires. Dus als je nog niet hebt gekeken, ga hun een beetje volgen. Via de Team NL zijn ze heel erg actief. Team NL Instagram account. Wie was jouw idool toen je nog een jonge zwemmer was? Nou, ik woonde in Zuid-Afrika. En in 2004 waren de Spelen van Athene. En daar wonnen 4x100 borstkrol mannen. Van Zuid-Afrika, die wonnen goud. En dat was voor mij echt een eye-opener van, wow, Olympisch goud, dat wil ik. Ik wil zoals die mannen zijn. Ik wil gaan zwemmen en ik wil goud halen. Dus mijn idolen waren toen Rick Nietling, Roland Schoeman, Darian Townsend en Lyndon Ferns. Dat waren de 4 estafette zwemmers. Dus dat waren mijn idolen vroeger. Op welke medaille ben je het meest trots? Ik denk toch de 4x200 meter estafette mannen van de EK in Londen in 2016.
een bronzen medaille van de EK Kort. En de 4x50 Max Borstspel van de EK Kort met de wereldrecord. Oké, okay, gaat het de andere kant op. Wat bestel je altijd bij de Mac? Een grote banaan milkshake. Wat zijn je doelen dit jaar en hoe kijk je op naar de Olympische Spelen 2020? Nou, ik heb er heel veel zin in. Dus ik kijk met grote ogen uit naartoe. Om hopelijk daar aan te mogen meedoen. Misschien een finale halen. En wie weet, doel is ooit een medaille. En mijn doel voor dit jaar, nu nog de WK Kort halen. Dat is eind december. We hebben einde van de maand in Aken een wedstrijd. Daar nog tijdens de WK hopelijk nog finales, medailles en hopelijk wat Nederlandse records. En het grote doel voor dit zwemseizoen is de WK lange baan. Mis je Jasper op school? Jasper, echt heel erg. Ik ben er niet zo vaak, maar voor die ene les dat ik er wel was, mis ik je wel. Kom je ooit een keer bij DYF door Waterfit langs? Ja, tuurlijk. Stuur me een bericht, ik kom langs. Heb je al een shiny Swablu? Nee. Maak je wel een shiny Shippit? Dat is heel belangrijk. Hoe is het om aan de Olympische Spelen mee te hebben gedaan? Groeses en groot fan. Heel vet. Dat was echt een hele gave toernooi. Zeker een van mijn beste ervaringen. En ja, om te hebben meegedaan in 2016, dat heeft me echt de drive en motivatie gegeven om door te gaan en op naar Tokio 2020. Wilt u een keer een clinic geven aan ZW de Campus? Ja, graag. Stuur mij een bericht. Hoe gaat het met jou? Nou, diepzinnig, maar goed. Met jou. Het vreemdste, grappigste vertellen wat je al hebt meegemaakt tijdens een race. Dat ik aan het zwemmen was en dat ik dan of een heel raar liedje in mijn hoofd had. Of dat ik aan het denken was van, oké, wat ga ik vanavond eten? Ja, maar echt tijdens een race. Dat je balmuts zo langzaam begint weg te glijden voordat bij de schoolslag. En dat je dan je hoofd anders gaat houden, zodat je dan zeg maar niet je balmuts kwijtraakt. Krijg je je carbon zwembroeken gesponsord en hoe vaak heb je ze dan aan? Ja, ik heb een hele fijne sponsor, Arena. Ik vind hun zwemspullen echt fantastisch. En ik ben heel blij dat ze mij ook sponsoren en mij steunen op mijn weg naar Tokio. Hoe vaak heb ik ze dan aan? Voor belangrijke wedstrijden heb ik eigenlijk altijd een nieuwe carbon aan. Voor wat trainingswedstrijden dan gaat het door tot een keertje of 20, 30. Dat je het verschil niet eens merkt. Dat het gewoon eigenlijk meer een trainingsbroek wordt dan een wedstrijdbroek. Oké, nog een paar vragen. Er zijn heel veel. Wie is je beste zwemmaatje? Ga ik niet kiezen. Al mijn zwemmaatjes zijn mijn beste zwemmaatjes. Wanneer ga je geld verdienen met YouTube? Weet ik niet. Hopelijk snel. Het zou leuk zijn als iets meer likes, iets meer abonnees komen. Dus als jullie daarvoor zorgen, krijg je geld. Alleen maar fijn. Heb je ooit op een ander spoor gezeten of heb je alleen aan zwemmen gedaan? Nee. Ik heb vroeger heel veel andere sporten gedaan. Van tennis, cricket, voetbal, rugby, paardrijden. Echt van alles. Ik was heel sportief. En in Zuid-Afrika kon dat. Na school kreeg je gewoon van een leraar kreeg je dan een uurtje in sport aangeboden. Dus elke dag was een andere sport. Ik ben 13 en ben een tijdje gestopt geweest met zwemmen. Heb ik kans om nu nog goed te worden? Tuurlijk. Ik vind van wel. Michael Jordan, die begon ook pas op zijn 13e met basketbal. Hij is echt de GOAT. Greatest of all time. Dus het kan zeker nog. Het is wel aan de late kant, maar als je genoeg mee bezig bent, als je echt de motivatie voor hebt, dan kan het zeker. Hoe ben je met zwemmen begonnen? Door mijn moeder. We hadden een zwembad in de achtertuin. En mijn moeder vond het heel belangrijk dat mijn broertje en ik vroeg konden zwemmen. En vanuit daar ben ik begonnen met zwemmen. Hoe kan je je opleiding en zwemcarrière combineren? Heel moeilijk. Gaat niet heel soepel. Mijn zwemcarrière gaat een stuk beter dan mijn schoolcarrière. Dat gaat gewoon heel langzaam. Maar als je de tijd voor neemt, dan komt het allemaal goed. Niet gehaast ervoor gaan. Niet alles op 100% willen doen, maar ja, voor mij is zwemmen nummer 1 en dan komt school. Dus ik maak daar de onderscheid van, oké, zwemmen gaat voor school. Favoriete Pokémon? Ho-ho. Of ik je handtekening mag? Natuurlijk. Kom een keertje opzoeken. Op welke afstand zou je Olympisch kampioen willen worden? 100 of 200 meter vrijslag.
Vind je het Pieter van den Hogeband zwembad het mooiste zwembad van Nederland? Ja. Ja, ik vind Eindhoven vind ik echt het allermooiste zwembad van Nederland. Het is wel een beetje donker, maar heel veel tribune, heel veel sfeer. En ik hou van dat open en groot. Er zijn nog heel veel vragen. Oh, hier, nog eentje binnenkomen. Heb je ooit open water gezwommen? Ja. Vroeger deden we... begin van elk seizoen deden we een open waterwedstrijd. Maar in Zuid-Afrika heb ik nog wedstrijden in de zee gezwommen. En dat is een hele bekende wedstrijd. Het heet Mid Marmaal. Daar heb ik ook aan meegedaan elk jaar. Totdat ik verhuisde. Dus nee, ik heb heel veel aan open water gedaan. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ik denk dat ik het wel vaker ga doen. Ik vind het wel leuk. En zo hebben jullie ook een beetje inbreng. Maar tegelijk, we zijn dit al een tijdje aan het doen. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Wat jullie leuk vinden, wat jullie niet leuk vinden. Wat ik beter kan doen. En ja, dus gewoon een beetje feedback. Dus reageer hieronder met je feedback. Of stuur mij een bericht. En dan zie ik jullie weer volgende week vrijdag, 7 uur. Ledenstoken.